Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie een vlog. Ik ga namelijk vandaag naar Amsterdam samen met Leonie. Want we hebben een tweedaags event van L'Oréal. Het is namelijk een event dat een hotelovernachting heeft. Wat echt super gaaf is. Ik heb er echt super veel zin in. Gisteren en vandaag heb ik mijn koffer ingepakt. Ja jongens, ik neem een koffer mee. Ik ben sowieso niet de enige. Want ik heb al genoeg gezien op Snapchat die ook een koffertje meenemen. Dus deze kan ik zo dicht doen. Ik zou nu trouwens wel even laten zien wat ik aan heb. Het is eigenlijk best wel simpel. Blouseje van Lofi's, broek van The Only, schoenen van Nike. En mijn welbekende kettingje. En de lipstick die ik nu op heb is Mer van MAC. Echt mijn nieuwe favoriete lipstick. Nou, mijn koffer zat klaar. Ik heb alles ingepakt. Ik hoop dat ik niet iets ben vergeten. Als dat zo is, dan, ja, dan is dat maar zo. Dus, laten we gaan. Amsterdam. Ik ben met Leonie. Linkje van haar kanaal zit in de beschrijving. Thanks. We hebben even drinken gehaald en eten. En ik kreeg een gratis ijsje. Leuk muziek dit. We zijn bijna op plaats van bestemming. We moeten het even vinden. Met onze koffertjes. En Leonie zoekt het even op. Want we weten echt niet waar het is. Ik ga jouw shot filmen. Loop vooruit. Nou, we zitten bij de tweede college. Kijk, hier zitten we. Ik ben blij dat ik niet bij jou op school heb gezeten. Wat een hel. Nou, dat is geen hel hoor. Dat vind je hartstikke leuk. Hij was heel lang bezig op YouTube. Zij heeft denk ik 7 jaar gedaan over 600.000 abonnees. Sowieso de Doe het. Nee, oké. Okay. Ja, maar dan komt het in jouw vlog. Tuurlijk. Kijk, hij doet het gewoon. Oh, cool. Oh, ja, ik ga echt niet bovenaan liggen hoor. Oh, Essie. Shocker. Macaroni. Oh my god, wat leuk. Wat leuk. Hoe kun je, als je uit bent geweest en je moet hier naar boven klimmen? Mini roomtour. Spiegel. Wc. Dit is... Ja, wasbak. Hoe gaat die open? Ik weet het niet. Dit zijn de producten. Dit is Leonie. En hier staan 4 bedden. En hier hebben we ook nog wat. Essie-lakjes. Oké, ik wilde mijn koffer gaan uitpakken, maar dat is niet eens mijn koffer, want mijn koffer staat niet in de kamer. Oké, we gaan nu even kijken waar die wel staat. Waarom? Nou, we zijn weer op de kamer en we hebben net beauty shopping gedaan. God, ik heb het echt heel erg heet. Dat is niet normaal. We hebben echt super veel leuke producten mogen uitzoeken. Zelf ook een horloge. Ik heb mijn er nu om. En we hebben ook nog een zonnebril uitgekozen. Vet leuk. Kijk hoe ze toch net eruit ziet. Hi. Hi. Nou, dit is mijn buit. Echt super veel. En daar zit Tara. En hier zit Leonie de spullen. Ook helemaal uitgestald. En zijn nu aan het opmaken, want we gaan zo uit eten. Gezellig. Oh, dit is wel heel licht. Oké, we hebben ons even opgefrist. En we gaan nu met Opel gaan we naar een locatie. Gaan we naar een restaurant of zo. Ready? Goed verhaal. Yes, met mijn nieuwe horloge. Ja, echt zo. Hij is zo mooi. Ik zie er helemaal niet. Oh, er zitten nog allemaal zwartjes op, man. Heeft pech. Hij ging helemaal roken. Ja. Oh, hij staat daar. Hij ging helemaal roken en het stinkt echt heel erg. Volgens mij. Nou, we zijn er. Ik hoop dat jullie het horen.
eraf halen. We zijn net... Oh ja. Deze uit geweest hier beneden. Maar oké, tot morgen. Doei! Wil ik even doei zeggen? Nee. Oké, dan niet. Doei! Goedemorgen, het is de volgende dag en we zijn allemaal wakker. Het is, hoe laat is het? Bijna 8 uur. 5:00. En we gaan zo ontbijten en daarna hebben we yoga. Power yoga. En we hebben allemaal een shirt aan. We hebben net geyogaat en we moeten nu binnen een kwartier uitchecken. En omkleden. En omkleden en dit is onze troep. Het is inmiddels bijna... Oké. 5:10. Het is 5:10 en we hadden eigenlijk al naar die workshop moeten gaan. Maar we hebben eigenlijk onze koffer ingepakt en ons een beetje gefascineerd. Toonbaar gemaakt. Ja, inderdaad. En ja, we hebben dus straks de laatste workshop en daarna... Ja, wat hebben we daarna? Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Ja, we krijgen nog een lunch die we mee kunnen nemen volgens mij. Ja. En graduation hebben we ook nog. Oh ja, dan zijn we geslaagd voor de L'Oréal University. Ja! En ik ga denk ik mijn nieuwe bril opdoen. Dat is deze. We hebben dus ook deze nieuwe zonnebril. Laat jou eens zien. Hij zit in mijn tas. Pak hem. En doe hem op. Ik doe hem ook op. Bij mijn outfit. Kijk, ik heb deze. Echt, als ik mezelf film met een bril, dan ziet het er echt niet uit. Zo. We zijn klaar. Het was echt super leuk. En we hebben ons diploma. Super goed. Kijk. Ik denk niet dat je iets ziet. Maar oké, we gaan nu weer met de tram gaan we naar huis. Ik zal thuis nog wel even filmen wat ik allemaal heb gekregen en zo. Dat is echt niet normaal. Echt heel erg veel. Maar we gaan nu dus en dan zie ik jullie thuis weer. Zoals jullie kunnen zien ben ik weer thuis. En ik heb net even mijn hele goodiebag uitgestald. Zodat jullie het goed kunnen zien. Want ik ga er geen aparte shoplog over maken. Ik ga straks even lekker douchen. Mijn koffer uitpakken. Maar ik laat eerst aan jullie nu even de inhoud van de goodiebag zien. En dit is mijn goodiebag geworden. Je mocht hem zelf samenstellen. Ik heb hier bovenin heb ik allemaal verzorgingsproducten. En hier aan de zijkant. Verder heb ik nog wat make-up producten. Een zonnebril hebben jullie ook al in de vlog kunnen zien. En het horloge van Clues Watches. NYX, Maybelline, L'Oréal of course, Essie. Allemaal hele mooie producten. Dus ik ben er echt super super blij mee. Super dankbaar ervoor. En ja, ik vond het echt een geweldige ervaring. En ik ben echt super blij dat ik erbij mocht zijn. Bij deze wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het een leuke vlog vond. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Laat zeker in de reacties achter wat je van deze video vond. En vergeet ook niet te abonneren, want ik heb bijna 20.000 abonnees. Heel erg bedankt alvast. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!